Goedendag, beste mensen. Ik ben Alphonse Muambi. Welkom in Café Weldsmerz. Wij gaan het vandaag hebben over de pijn van de wereld: het verleden, het heden, maar ook de toekomst. Ik heb hier bij mij een belangrijke gast. En dat is niemand anders dan meneer Pieter Cornelis Emmer. Meneer Emmer, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, wij zitten hier naar aanleiding van uh, uw uh, nieuw boek. Mm -hmm. Dat is uh, het zwart-wit denken. En um, daar gaan wij het uh, over hebben. Maar ik wil het even over uh, u als persoon mm -hmm. hebben. Mm -hmm. Mm -hmm. U bent in uh, 1944 geboren yeah. in Haarlem. Correct. Een mooie stad. Mm -hmm. Hoe was het in die tijd? Hoe kunt u die tijd historisch typeren? Ja, uh, het was een tijd waarin Nederland weer opkrabbelde na de bezetting van uh, 1940-45. Uh, uh -huh. En uh, uh, ja, uh, het was een tijd van ongekende welvaartsgroei. Hè? Die heb ik meegemaakt, de jaren 60 waren... Uh -huh de Nederlandse pendant van wat in Duitsland het Wirtschaftswunder wordt genoemd. Mm -hmm. uh, we werden steeds maar rijker en steeds meer auto's, steeds mooiere huizen, mm -hmm. steeds meer mensen die opleidingen en scholen en, en ja, ik, ik behoor dus tot een gelukkige naoorlogse generatie. Mm -hmm. Maar de oorlog zelf, wat heeft u daarvan meegekregen? Helemaal niets. Ik ben in uh, oktober 1944 geboren en de, uh, hoe heet dat, het einde van de oorlog was in mei 45. Dus ik heb daar absoluut niets van meegekregen. Het enige was dat je uh, als je naar school ging, ontdekte uh -huh. dat de klassen kleiner waren dan daarvoor en daarna. Uh -huh. Want jaar 1944 en vooral na september was in West-Nederland een, een tijd waarin er uh, grote hongersnood was, uh -huh. dus heel veel baby's hebben het niet overleefd. Uh -huh. uh, uh, maar ik wel, ook al omdat mijn vader groothandelaar in levensmiddelen was. Dat was zeker in die periode natuurlijk heel gelukkig. Uh -huh. en, uh, maar verder heeft die oorlog eigenlijk uh, geen rol gespeeld in mijn leven. Okay. Uh. En toen besloot u om geschiedenis te gaan studeren, of hoe bent ja. u, want u bent uh, leraar, uh, hoogleraar geschiedenis, uh, even, mm -hmm. Europese expansie en migratie ja. geworden. Hoe, ja. uh, hoe ja, bent u daarbij gekomen? Ja, nou ja, ik heb geschiedenis gestudeerd in Leiden. Mm -hmm. En uh, nou ja, van alle universiteiten in Nederland is eigenlijk Leiden de universiteit waar heel veel aandacht uitgaat naar de gebieden buiten Europa. Mm -hmm. uh, uh, veel hoogleraren van buiten Europese talen bevinden zich in Leiden. Mm -hmm. En uh, dat was in de geschiedenisstudie ook wel enigszins te bemerken. En zo kwam het dat ik, uh, hoe heet dat, in de, de rest van de. Het laatste deel van de studie uh, naar Middelburg werd gestuurd uh -huh. om daar een archief van een rederij te bekijken. Die, het archief was volledig bewaard. Uh -huh. En die rederij, de Middelburgse Commercie Compagnie, heeft oorspronkelijk in goederen gehandeld binnen Europa. Uh -huh. Maar op den duur zijn ze in slaven gaan handelen, uh -huh. uh, uiteraard in Afrika. Uh -huh. En verhandelen die slaven in West-Indië. Uh -huh. En uh, nou ja, ik heb een, een slavenreis uh, bestudeerd, toen nog weer eens een andere slavenreis. Maar wat, wat was de, uw motivatie om juist dat te gaan bestuderen? Omdat u daar naartoe gestuurd werd, of? Ja, ik denk eerlijk gezegd dat het zo simpel was. Ik werd daar naartoe gestuurd, uh -huh. dat is een mooi archief. Uh, kijk maar wat je ervan maakt. Uh -huh. En uh, ja, toen heeft mijn dat belangstelling, mijn belangstelling gehad en, in uh, hoeverre was het uw belangstelling? In welk zin? Ja. In het uitzoeken? In het uitzoeken. In het willen uitleggen? Precies, in het, of wil, precies, in in het, het uit, willen. Nee, nee, in het uitzoeken. Nee, <laughs> in het uitzoeken. Mm -hmm. En uh, er was, toen ik daaraan begon, ik spreek nu over uh, midden jaren zestig van de vorige eeuw, mm -hmm. was er nog eigenlijk heel weinig over dat onderwerp geschreven. En, uh, nou ja, het was natuurlijk ook een internationaal onderwerp, want niet alleen Nederland uh -huh. deed aan slavenhandel, ook de Engelsen, ook de Fransen, dus je moest die literatuur ook lezen. Uh -huh. En uh, nou ja, uh, het, heeft me, het is me blijven bezighouden, uh -huh. omdat toen ik klaar was met de studie, kwam die hele zaak in een stroomversnelling. Uh -huh. Vooral in de Verenigde Staten uh -huh. werd ontdekt dat de zwarte bevolkingsgroep in de Verenigde Staten uh -huh. eigenlijk... Uh, niet beantwoorden aan de idealen van de American Dream. Hè, nou. Omhoog komen, uh, uh, geld verdienen en uh -huh. uh, middenklasse worden. <coughs> Ze bleven voor een disproportioneel groot deel uh -huh. maar hangen in die lagere inkomenscategorieën. Dat gaan wij uh, bespreken. Maar goed, uh, ja. maar, um, dus Europese expansie en migratie. Waarom die twee samen? Waarom ja. Koppel, uh, woorden die twee, twee aan ja. elkaar gekoppeld? Ja. Je zou kunnen zeggen Europese expansie, dat mm -hmm. zouden we in een vroeger stadium Europese koloniale geschiedenis noemen. Maar mm -hmm. uh, ja, dat is een politiek niet zo correcte term, dus mm -hmm. is men het Europese expansie gaan noemen. Maar expansie kan je ook vertalen in roof, plundering, etc. Zeker, zeker, dat is ook. Maar waarom zeker. nu noem je dat niet zo? Waarom nu noem je dat zo chic? Expansie. <laughs> ja, het is meer dan roof en plundering, dat is duidelijk. Maar wat is het dan? Uh, wat is het, dan? Uh, <laughs> het is een poging van de Europeanen om overzee uh, handel te drijven uh -huh. en in die nodig of in die mogelijk zich te vestigen. Uh -huh. Dat is eigenlijk Europese expansie. Uh -huh. uh, en migratie... Dus pakken wat niet van jou is eigenlijk hè? Ja, zo werd dat gezien. Ja, dat is juist. Uh -huh. uh, de uh, gedachte was dat de Europeanen het meest ontwikkelde volk uh -huh. in de wereld waren. Uh -huh. uh, andere volken konden die status ook wel bereiken, maar uh, waren daar nog niet aan toe. Uh -huh. En de Europeanen hadden bedacht uh, dat ze daarbij een handje zouden helpen. Uh -huh. En dat konden ze zich alleen voorstellen door uh, gedeeltes van Afrika en Azië te koloniseren. En dan bent u uh, bezig met de geschiedenis. Uh -huh. um, u heeft het over de slavernij. Wanneer is de slavernij begonnen? Ja, dat weet niemand. Uh -huh. uh, je zou kunnen zeggen zodra er... Uh, Ergens in de wereld, een man of 10, 15 zijn, zou het kunnen beginnen. Uh -huh. ja, als er één hele sterke meneer is, dan kan hij de andere. Maar ik heb het over de Atlantische uh, de Atlantische slavernij, slavernij, ja. Wanneer die begonnen is uh -huh. in de uh, Europese kolonie, ja. bedoelt u? Ja, nou, dat is, dat is wel duidelijk vast te stellen. Uh, dat is eigenlijk vanaf het begin af. Columbus is in 1492 naar de nieuwe wereld gezeild uh -huh. en aan boord waren al slaven. Want uh -huh. slaven waren er al in Portugal en Spanje. Die uh -huh. kwamen uit Noord-Afrika, waren, oorspr waren oorspronkelijk slaven van de Arabieren die uh -huh. daar in dat gebied woonden. Uh -huh. En toen de Spanjaarden en de Portugezen dat gebied veroverden, hebben ze die slavernij overgenomen. Uh -huh. En hoe is het uh, gekomen dat Europa en Nederland betrokken is geraakt zijn geraakt bij de slavenhandel? Ja, nou ja, Nederland en dat geldt ook voor Engeland en Frankrijk mm -hmm. hebben op ten duur, het heeft een tijd geduurd, mm -hmm. uh, ongeveer een eeuw, maar hebben daarna Portugal en Spanje nageaapt, mm -hmm. zijn ook overal uh, in de wereld uh, naartoe gereisd en uh, ontdekten dat als er een uh, gebied in de nieuwe wereld was uh, wat ze wilden exploiteren. Mm -hmm. Uh, dat het vrijwel onmogelijk was om daar voldoende Europeanen naartoe te krijgen. Omdat mm -hmm. er geen slavernij in West-Europa was. Ze konden mm -hmm. Europeanen niet dwingen daarheen te gaan. Mm -hmm. er, was da uh, er was een behoefte aan, de sla aan slaven. Er was een behoefte aan werkkrachten. Mm -hmm. Die werkkrachten konden niet uit Europa komen, want je kon Europeanen... Waarom? Er was geen slavernij in Europa. Ja, maar... Waarom er geen slavernij nee, 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 in Nee, maar uh, alleen slaven mochten werken, of? Nee, 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 nee mm -hmm. iedereen mocht werken en... Mm -hmm. Slavernij was niet van het begin uh, een opzet van, zeker niet van Frankrijk, Engeland en Nederland, uh -huh. om die gebieden te exploiteren. In eigen land hadden ze geen slaven meer, uh -huh. dus ze dachten aan, wij moeten hier ook Europese arbeiders hebben. Uh -huh. Alleen, die kwamen niet. Uh -huh. En toen hebben ze gekeken hoe de Spanjaarden en Portugezen het deden. De uh -huh. Spanjaarden en Portugezen hadden dus die slavernij van thuis uh -huh. getransporteerd naar hun kolonies overzee. En toen hebben ze de Portugezen en Spanjaarden nageaapt door te zeggen van nou dan, uh, dan doen wij dat, dat ook, want ja. er is geen alternatief. En toen uh, waar is Nederland naartoe gegaan om slaven te, te, te zoeken of uh, te, ja. te, te maken? Precies. Uh, nou, ze zijn voornamelijk naar West-Afrika gegaan, mm -hmm. alweer in navolging van de Portugezen. Mm -hmm. De Portugezen hadden een heel systeem opgezet. Mm -hmm. Ze hadden op de Afrikaanse kust een aantal forten gebouwd. Daar werden slaven ingehandeld. Die brachten ze vervolgens naar Brazilië. Uh -huh. En daar werden de slaven verkocht aan de kolonisten die een suikermolen hadden of suikerrietvelden. Uh -huh. Een aantal Nederlanders hebben zich ingeslopen, zou je kunnen zeggen, in uh -huh. dat systeem, hebben gekeken hoe het ging. En toen is er in Nederland uh, bedacht: van wij hebben nu ook kolonies in de nieuwe wereld. Uh, hoe kunnen we die uh, bemensen? Uh, we doen het dus als de Portugezen. Overigens is dat niet vanzelf gegaan. Er is uh -huh. in Nederland uh, uh, toch enig debat geweest over slavernij, als je het zelf niet hebt, uh, of het dan wel eigenlijk toelaatbaar is dat uh -huh. je andere mensen tot slaaf maakt. Niet je eigen soort, maar uh -huh. andere mensen. Uh -huh. Maar ja, zoals gezegd, ik ben bang dat door het ontbreken van een alternatief... Uh -huh. uh, men toch eigenlijk het voorbeeld van Portugal gevolgd heeft. Uh -huh. En toen is men ook naar Afrika gaan varen. In toen... welke landen in Afrika? Nou, u moet voor de Nederlandse slavenhandel voornamelijk denken aan de Goudkust, dus Ghana uh -huh. en de, de buurlanden van Ghana. Uh -huh. Plus de Congo, uh -huh. Centraal Afrika, uh -huh. uh, de huidige Congo-Angola. Uh -huh. Dat waren de twee hoofdgebieden uh -huh. waar de slaven door de Nederlanders werden gekocht. Uh -huh. En hoe ging zo'n. Slavenhandel daar ter plekke? Concreet? Concreet. Nou, Zo'n schip kwam aan de kust uh -huh. en dan waren er uh, drie mogelijkheden. Uh -huh. In de eerste plaats, ik zei het al, de Portugezen hadden van die forten gebouwd. Uh -huh. Dus wat de Nederlanders deden is proberen een aantal van die forten uit handen van de Portugezen te krijgen en te veroveren. Door te kopen of door, door de, kopen te, te vechten? In de 17e en 18e eeuw moeten we altijd een vechten, denk ik. In de, okay. ja. mm -hmm. de 19e eeuw wordt er wat verkocht, maar daarvoor gewoon met geweren. Okay. En ja, In zo'n fort woonden misschien 200, 300 man. Mm -hmm. hè? Uh, dus het was niet zo vreselijk moeilijk als mm -hmm. je 400 man had mm -hmm. om dan zo'n fort te veroveren. Mm -hmm. nou, dat is gebeurd en aan de goudkist is het Nederlandse hoofdfort Elmina geworden, Suizor mm -hmm. de Mina. Dat was de Portugese naam. Uh -huh. Daarnaast hebben de Nederlanders ook forten gebouwd uh -huh. aan de Afrikaanse kust. Dan moesten ze een stukje grond huren van de lokale heerser. Uh, als ze dan voortdurend uh, uh, huren betaalden, mochten ze daar een fort neerzetten. En de grond huren. Ja. U zegt daarnet dat het uh, in die tijd was kopen niet, uh, niet zo belangrijk. Nee. Als je maar krachtig bent, als precies, je maar wapens precies, hebt. Precies, maar dat geldt toch wel precies, dat, huren. Gold, dat, gold niet, dat gold niet voor Afrika. In niet? Omdat de Europeanen in Afrika geen vuist konden maken. Door het ziekteklimaat in uh -huh, Afrika. Uh -huh. de, het was zo gevaarlijk uh -huh. dat uh, de meerderheid van de Europeanen, zeg in 1643, uh -huh. kwamen er 500 Europeanen. In het eerste jaar stierf meer dan de helft. Uh -huh. Dus je kon daar eigenlijk niks bereiken. Je was geheel afhankelijk van de goedwil van de Afrikanen. Uh -huh. Als die toestonden. Dat je daar een stukje grond huurde. Als die toestonden dat je daar handelde, dan lukte het. Stonden ze het niet toe, dan kon je niks doen. Dus daarmee wilt u zeggen dat alles wat daar mm -hmm. gebeurd is op dat moment in die tijd. is gedaan met de goedkeuring van de Afrikanen zelf? Ja, dat is juist, want zonder die goedkeuring. Uh, hadden de Europeanen en ook de Nederlanders. En de Portugezen die waren daar omdat de Afrikanen dat zelf hebben toegelaten. De Portugezen zijn daar en hebben met een uitzondering van een stukje van Angola op precies dezelfde manier hun forten gebouwd. Ze moesten dus toestemming vragen aan de lokale heerser. Die gaven ze dan geschenken. Lukte dat, dan konden ze dat fort bouwen. En uiteraard eh, keken de Afrikanen dan elk jaar of ze dan weer geschenken kregen. Hè? Dus, uh -huh. uh, er zijn ook wel forten door de Afrikanen terugveroverd. Uh -huh. Dat is ook wel gebeurd. Als, uh -huh. het, als ze niet verdedigd werden of als ze slecht verdedigd werden en er was ruzie, uh -huh. nou ja, of ze omsingelden zo'n fort. En uh -huh. uh, ja, dan konden de Europeanen absoluut, die daar woonden in dat fort, niets doen. Daar waren ze afhankelijk van de aanvoer uit uh -huh. het moederland. Uh, want ja, uh, ze kregen geen eten meer. Ze uh, konden geen eten meer kopen. Ze konden natuurlijk ook geen slaven meer kopen. Uh -huh. Dus uh, hoe heet dat? Het is absoluut zo dat de Afrikanen beslisten waar de Europeanen mochten kopen. Uh -huh. De Afrikanen beslisten wat de Europeanen mochten kopen. Uh -huh. uh, u zult begrijpen dat, gelet op de stereotypen die de Europeanen hebben ze erg geïnteresseerd waren in jonge mannen mm -hmm. die kon je op het land laten werken enzovoort dat is in afrika anders dus uh, dat betekent dat uh, hoe, moet ik mij, uh, hoe moet ik mij voorstellen mm -hmm. dat, dat er een markt is uh, dat afrikanen mensen daar nou toe brengen om nog uh, even terug te komen mm -hmm. over die inhandeling van de slaven want mm -hmm. daar vroeg u naar mm -hmm. je kon dus op die forten mm -hmm. kon je slaven kopen die werden door afrikaanse makelaars mm -hmm. die vroeger zou je kunnen zeggen binnen Afrika de slaven verkochten. Uh -huh. Een deel van hen dacht, misschien krijg ik er meer voor als ik ze aan de Europeanen verkocht, uh -huh. verkoop op dat fort. Die Afrikanen gingen dan naar dat fort, boden die slaven aan, dan werd er onderhandeld, u krijgt zoveel geweren, zoveel textiel, zoveel uh, alcohol, zoveel uh -huh. hè, in ruil daarvoor. Uh -huh. En dan gaan de slaven in het fort, in de kelder worden ze dan bewaard. Tot het Europese schip komt en mm -hmm. die koopt ze dan weer van de bemanning van het fort. Mm -hmm. En dan worden maar, ze naar nou, Dat is top. één methode. Mm -hmm. Een andere methode mm -hmm. is. Uh, want als je aan die forten handelde, dan moest je natuurlijk vaak een opslag betalen. Die fortbemanning mm -hmm. eh, die deed dat niet voor niks. Zo'n mm -hmm. fort moet betaald worden. Dus de prijzen van de slaven op die forten was relatief hoog. Mm -hmm. Handelde je buiten die forten om? Dan moest je dus met de lokale heerser afspreken dat je op het strand of wat daar daarvoor doorging. Uh, een tijdelijk een soort uh, hut bouwde. Daar bracht je vanaf het schip de ruilgoederen naartoe. Dus die uh -huh. geweren, die uh, cognac en wijn. Uh -huh. en uh, nou ja, wat de Afrikanen graag wilden hebben, uh -huh. textiel vooral natuurlijk. Uh -huh. Dat zette je in die hut. Dan kwamen de makelaars naar die hut. Daar werden de slaven dan bewaard. En de goederen werden aan de handelaren geruild. Uh -huh. En dan werden ze met kano's naar het schip gebracht. Dat uh -huh. is een tweede man. Uh -huh. Een derde mogelijkheid is dat zo'n schip gewoon, en dat is eigenlijk de meest voorkomende. langs de Afrikaanse kust voer. Uh -huh. Met geweerschoten werd er uh, aandacht getrokken. En dan kwamen de makelaars met kleine kano's naar dat schip. En ja, dan. Dat kon overigens wel een jaar duren. voordat men voldoende slaven. zegt 250 tot 300 slaven. Had. Hoeveel kostte een mens? Ja, dat is heel lastig. Die prijs gaat steeds omhoog. Mm -hmm. Want de Europeanen wilden steeds meer slaven hebben. Mm -hmm. En uh, in Nederlandse guldens uitgedrukt denk ik ja dat het tussen de 200 gulden en de 5, 6, 7, 800 gulden was. Okay. Op de duur ging het omhoog. Dus um, mensen, dus Afrikanen ja. uh, worden aan Nederlanders uh, verkocht en toch zijn er Afrikanen die zich verzetten want ze werden verkocht, mm -hmm. ze werden opgeslagen, vervoerd mm -hmm. Ja dat is juist. En, 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 en toch nou ja, is er verzet? Zeker er is verzet. Mm -hmm. uh, uh, alle, uh, hoe heet dat, uh, alle slavenhandelsnaties, dus de Nederlanders, de Engelsen, de Portugezen, uh, hadden daar zeker uh, last van zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Het meeste verzet gelukkig kwam voor als uh, het schip, want dan in die forten was weinig verzet. He, daar waren de mensen vastgebonden. Dat was bijna onmogelijk. Mm -hmm. maar het en dat verzet... was op, uh, op, uh, op, uh, op advies van de Afrikanen zelf? Of? Nee, nee, de Nederlanders hebben mm -hmm. daar. Uh, hoe heet dat? Die hebben. Dat... Overigens, de Afrikanen boeiden hun slaven ook voordat mm -hmm. ze aan de Europeanen gekocht mm -hmm. werden. Kregen ze zo'n. Uh, hoe heet dat? hout, uh, 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 ja, wat is het? Uh, Boei om hun nek. Ja. Hè, en, uh, maar de Europeanen hadden natuurlijk weer andere boeien. Nou, dat is het uh -huh. werk van het Die schepen die langs de kust voeren. die dus elke dag, misschien om de drie, vier dagen. twee, drie slaven aan boord kregen. Uh -huh. Daar was het dus voor de slaven aantrekkelijk om in opstand te komen. als, uh -huh. als ze dat wilden. En uh, daar zijn inderdaad een aantal slavenschepen verloren gegaan. Uh -huh. omdat de Afrikanen de boel hebben overgenomen. Uh -huh. Ja. En dan werd de bemanning vermoord. En, uh, dan, uh, het probleem is... Er dus zijn dus ja. dat betekent gewoon dat de Afrikanen niet blij waren met die handel? Nee, zeker niet. Ik denk dat de Afrikanen mm -hmm. niet blij waren dat ze slaaf waren. Maar mm -hmm. goed, daar konden de Europeanen verder niks aan doen, want dat besliste de Afrikanen. Ja, en maar wat besliste de Afrikanen? Die, die besliste mm -hmm. wie slaaf werd in Afrika. Mm -hmm. Of wie... Hè, dat het 30% van de bevolking van West-Afrika was slaaf. Mm -hmm en die bleef ook in Afrika. Uh -huh. uh, Slechts een klein deel werd verkocht aan de Europeanen uh -huh. en aan de andere kant van Afrika werd een deel verkocht aan de Arabieren. Uh -huh. Maar de, de belangrijkste handel was binnen Afrika. Maar u stelt ergens in uh, een van uw ja. interviews dat de uh, slavenhandel uh -huh. in Afrika groter was dan de Transatlantische ja, uh, slavenhandel. Ja, ja, inderdaad. Waar haalt u dat vandaan? Uh, nou, dat zijn schattingen door demografen. In de eerste plaats, het heeft veel langer geduurd, mm -hmm. de handel binnen Afrika. Mm -hmm. We weten niet wanneer het begon, maar je zou kunnen zeggen, ja, zodra er Afrikanen waren in Afrika, is mm -hmm. er een slavenhandel geweest. Maar u bent wetenschappelijk, hè? Ja. U bent een mm -hmm. wetenschapper, hoorleraar, emeritus, mm -hmm. op dit moment. Ja met pensioen. Met pensioen. U schrijft boeken. Ja. Maar u zegt na schatting. Ja, dus nee. We weten het niet. We, e, e, is dat wetenschappelijk? E, e, ja, zeker. Want in Afrika was geen schrift. Mm -hmm. Dus niemand. We ja, er dus. De, de, er is niks. Wij gaan ervan uit dat precies, er wij gaan, wij heel veel was, dan gaan er, niks. Wij gaan ervan uit dat we het nooit zo kunnen vaststellen mm -hmm. als in de Europese slavenhandel. Maar gelooft, daar u, is, gelooft u dat u geloofd wordt als nee, u dat zegt? Nee, hoe heet dat? Het probleem is dat we dan, als we geen schriftelijke bronnen hebben, uh -huh. gaan kijken naar andere mogelijkheden om te ontdekken hoeveel Afrikanen er in Afrika woonden, uh -huh. of er demografische groei was of uh -huh. demografische teruggang. En uh, zoals gezegd, uh, je kunt tegenwoordig heel veel bereiken door DNA-onderzoek, waardoor je de verschillende groepen kunt volgen die dan verschuiven in, uh, migreren in Afrika. En uh, ik heb mezelf daar nooit mee bezig gehouden, maar de literatuur die ik daarover gelezen heeft, die doet met hele ruwe schattingen, want we kunnen natuurlijk de aantallen lang niet zo zorgvuldig na, nagaan als bij de Europeanen, die laten zien dat de interne slavenhandel, uh, hoe heet dat, waarschijnlijk groter was dan de Europese. Maar waarschijnlijk slapping. is geen wetenschap, uh, uh, meneer Emmer. Nee, um, dat is een verkeerde, verkeerde opvatting. Van u. Wat je moet doen is uh -huh. proberen om met alle middelen uh -huh. zoveel, zolang, zo nauwkeurig nau mogelijk te komen bij. Als u geïnteresseerd bent in de vraag van hoeveel slaven werden in uh -huh. Afrika, hoeveel slaven? Uh, dat is in het geval van Afrika, omdat er geen geschreven bronnen zijn, uh -huh. een schatting. Uh -huh. Wat wetenschappelijk is om te zeggen van ik maak een andere schatting. Uh -huh. Het is niet wetenschappelijk om te zeggen van dat is maar een schatting. Dan hebben we er helemaal niks aan. Uh -huh. Het is duidelijk dat de aantallen die we over de Afrikaanse slavenhandel intern kennen. Uh -huh. niet dezelfde waarde hebben als die van de Europeanen. We gaan even pendelen tussen ja. het uh, heden en het verleden. Tweede, ja, prima. Um, we hebben de situatie in Libië. Uh -huh. Waarbij Afrikaanse. dus Libische Afrikaanse. Ja, 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 dus ja, Libiërs ja. zijn Afrikanen. Ja, ja, die ja. verkopen ook andere Afrikanen. Wat vindt u daarvan? Ja, het heeft een lange traditie. Ik vind uh -huh. het schandelijk dat dat nog gebeurt. Uh -huh. Maar uh, dat heeft te maken met het feit dat. Uh, het eigenlijk relatief makkelijk was uh -huh. om de slavernij in die Europese kolonieën af te schaffen. om uh -huh. de slavernij van de Europese en Noord-Amerikaanse en Braziliaanse slavenhandel tot staan te brengen. Uh -huh. Dat was eigenlijk relatief makkelijk. Waar de Europeanen veel meer moeite mee hebben gehad, is de slavenhandel in Afrika. Te stoppen en mm -hmm. uh, de slavernij in Afrika af te schaffen. Um, nee, even naar Libië weer. Ja. Uh, er is een toestand waarbij Afrikanen door Afrikanen, door andere Afrikanen worden verkocht. Die toestand ja, ja. is er op dit moment. U noemt de Arabieren en, Afrikanen. Voilà. Ja, voilà. <laughs> okay. En op dit moment is dat de ja, toestand. Ja, en dat ja. leidt ja. tot migratie. Absoluut, We gaan ja. het uh, uh, hebben over migratie. Maar. Um, Waar ik naartoe wilde is om te kijken van hoe is de toestand ontstaan in Libië, mm -hmm. waardoor deze chaos met die slavenhandel is ontstaan. Mm -hmm. Ja, uh, ik denk dat het te maken heeft met het feit dat uh, er uh, relatief weinig economische groei. Uh -huh. In het hart van Afrika is, uh -huh. waardoor een deel van de jonge bevolking van Afrika denkt uh -huh. dat het buiten het gebied waar ze geboren en getogen zijn, het uh -huh. beter is. Ze gaan dus op, op zoek naar, uh, hoe heet dat, hogere inkomens. Uh -huh. uh, voor een deel is die migratie gericht op Europa. Uh -huh. En Doordat die migratie naar Europa uh, moeilijk wordt gemaakt. Blijven de mensen hangen in Marokko, in Libië, in Tunesië, enzovoort? Enzovoort. Ze gaan eigenlijk niet terug, want dat zou gezichtsverlies zijn, natuurlijk. Ze hebben al genoeg geïnvesteerd in die reis. En ik vermoed dat de bewoners van Libië gebruik maken van het feit dat daar. Uh, grote groepen, laten we eerlijk zijn, jonge mannen, want daar gaat het voor een deel uh -huh. om. Uh, ja, uh, eigenlijk niet weten wat ze met zichzelf moeten doen. Als Sarkozy, ja. de voormalige president van Precies. Frankrijk, als die uh -huh. in, 19, in 2011 uh -huh. samen met de NAVO, uh -huh. met Mark Rutte, uh -huh. Nederland, uh -huh. als zij niet Libië hadden aangevallen. Ja. Was er deze toestand ontstaan? Waarbij chaos is ontstaan, Libië bestaat bijna niet meer, nee, nee. Uh, er zijn milities en die maken gebruik van, van, van die hele chaos en ook van het geld dat de EU naar hen ja. toe stuurt ja. om migratie tegen te, te houden. Ja. Als dat niet was gebeurd, was er, uh, was er sprake van de slavernij op dit moment in, deze, in dit tijdperk? Ja. Gelet op de grote aandrang die vanuit uh, Afrika ten zuiden van de Sahara naar de Maghreb, uh, naar, naar Noord-Afrika plaatsvindt, mm -hmm. uh, denk ik dat die slavernij uh, gaat ontstaan in de, die gedeelte die het zwakst geregeerd zijn. U heeft helemaal gelijk, Libië bestaat eigenlijk niet meer. Het is mm -hmm. uiteengevallen in een aantal milities. Mm -hmm. Maar het zou ook kunnen zijn, als dat niet gebeurd was. Dat bijvoorbeeld in Marokko of in Tunesië, uiteraard niet aan de kust, waar uh -huh. het centrale gezag uh, flink. Maar dat uh, dezelfde soort verschijnselen, uh, hoe heet dat? In uh, uh, het diepe zuiden van Marokko ook tot stand zouden zijn gekomen. Ja, nee, dat, Ik dat, stel dat... deze vraag uh -huh. om toch wel naar het verleden te gaan kijken. Ja? Want uh -huh. um, u kunt beweren dat u. Uh, of ja, u heeft de studie gemaakt uh -huh. hè, over de slavernij, uh -huh. et cetera. Maar sommige situaties, mm -hmm. hoe die ontstaan kan zijn. zijn. Mm -hmm. ik, weet dat, ik, ik denk dat dat heel erg belangrijk mm -hmm. is om de context te schetsen waarin Afrikanen door, wat u zegt, andere Afrikanen werden mm -hmm. verkocht. Mm -hmm. uh, u zegt dat de Portugezen werden verslagen, uh, verslagen door, uh, door de Nederlanders, mm -hmm. maar toch Nederlanders waren in staat om met Afrikanen die toch geen wapens hadden, om met hen te onderhandelen, ja. om de gods te nou, huren, ja, 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 om te, ja, ja, ja. de slaven te kopen. Ja, nou, u moet dat is die, toch die, een <laughs> beetje lastig te om te geloven. Ja, 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 ik geloof dat het heel lastig is om uh, je een situatie te bedenken waarbij de Europeanen niet superieur zijn in de 17e, 18e eeuw. Uh, als we over de nieuwe wereld spreken, uh -huh. heeft u helemaal gelijk. De Indianen waren geen partij voor de Europeanen. Ook al omdat ze heel snel stierven aan de ziektes die de Europeanen meenamen. Dus daar zijn ongelooflijk veel mensen overleden door die invasie van de Europeanen. Uh -huh. Precies het tegenovergestelde had je in West-Afrika. Uh -huh. De Afrikaan heeft veel meer immuniteiten tegen ziektes dan de Europeanen. Uh -huh. Dus de Europeaan was fysiek de zwakste. Uh -huh. En uh, dat heeft hij tot de uitvinding van de kinine, zeg maar tot het einde van het midden van de 19e eeuw, heeft hij die dat nooit kunnen overwinnen. Mm -hmm. En daardoor waren de Afrikanen sterker uh, dan de Europeanen en konden zij dicteren wat de Europeanen aan de kust deden, wat ze konden kopen enzovoorts en voor hoeveel. Het is echt, uh, je leest voortdurend in die logboeken van die kapiteins, van die schepen die langs de kust voeren. Uh, ik ben hier nu al drie weken aan de gang, er moet ergens een oorlog zijn, ik krijg nog maar geen mensen of ik krijg geen goederen, want uh -huh. ze kochten niet alleen slaven, ook olifantstanden en goud werden oorspronkelijk gekocht. Maar stel uh, de Afrikanen verkopen aan de Afrikanen, <coughs> en dan Nederlanders nemen die Afrikanen mee naar, naar waar? Naar de nieuwe wereld, hè? dus daar uh, voor de Nederlanders voornamelijk het Caribisch gebied. Uh -huh. En dan uh, uh, geven de Afrikanen ook zo'n voorschrift, uh, van zo moet je die mensen behandelen. No, uh, of, nee, of, of, nee, uh, nee, daar, of, dat hoe, is zeker hoe, niet. Hoe ging dat? Nee, nee, hoe heet mm -hmm. dat? Nee, de Nederlanders klaagden dat de Afrikanen hun slaven helemaal niet goed behandelden en dat mm -hmm. ze in een hele slechte toestand mm -hmm. aan de kust kwamen en werden verkocht. Nee, 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 hoe heet dat, de Afrikanen, zoals gezegd hadden slaven uh -huh. en uh, uh, begrepen dat de Nederlanders ook slaven wilden hebben, uh -huh. want dat was een normale handelswaar in Afrika. Uh -huh. Uh -huh. Dat is altijd geweest en, uh -huh. en zoals u terecht zegt, helaas ziet het er naar uit dat dat vandaag uh, nog uh, uiteraard in mindere mate in Afrika voorkomt. Uh, dat betekent dat de, de Europeanen uh, uh, die slaven konden kopen. Uh -huh. Ze konden helaas niet hun keuze, die ze echt wilden, verwerkelijken. Want uh -huh. ze wilden eigenlijk alleen maar jonge mannen kopen. Uh -huh. Maar ze kregen ook uh, vrouwelijke slaven aangeboden. Uh -huh. Want die waren in Afrika eigenlijk meer waard dan mannen. Uh -huh. uh, bij vrouwen kon je kinderen krijgen, vrouwen werkten op het land enzovoort. Dus de Europeanen werden ook gedwongen om vrouwen te kopen. Want anders zouden ze te weinig slaven naar de overkant hebben. Kinderen wilden ze eigenlijk helemaal niet hebben. Die kon je niet uh, vol inzetten. Uh -huh. De Afrikanen verkochten ook kinderen. En dat betekent dat als je kijkt naar uh, degenen die de Nieuwe Wereld binnenkwamen vanaf 1500. dat de meerderheid van de vrouwen die de Nieuwe Wereld binnenkwamen. Uh -huh. zowel vanuit Europa als vanuit Afrika. Dat de meerderheid Afrikaanse uh, vrouwen waren die slaaf waren. Als je kijkt naar de kinderen die de nieuwe wereld binnenkwamen, was 90 waren Afrikaanse kinderen die als slaaf de nieuwe wereld inkwamen. Dus je ziet, de Europeanen deden voor die kolonies waar ze slavernij hadden. Uh, hoe heet dat? Uh, uh, euh, kwamen heel andere mensen binnen. Dan de kolonies waar geen slavernij is. Maar ergens in uh, een van uw uh, interviews ja. weer. zegt u, uh, en u heeft het ook uh, daarnet gezegd. dat um, de Europeanen kwamen eigenlijk om uh, Afrikanen te bevrijden. van de slavenhandel van de Arabieren. Dat is in de 19e eeuw het geval. Mm -hmm. ja. Dat is later. Zoals gezegd, de Europeanen. Zijn in zoverre uniek dat ze uh, op den duur, uh, zou je kunnen zeggen, een probleem hadden met die slavenhandel. Mm -hmm. uh, ze hadden zelf thuis geen slavenhandel. Er waren geen slaven in Europa. En toch gebruikten ze slaven over zee. Dat ging wringen, mm -hmm. He, die twee standaarden. Mm -hmm. Daar hebben ze dus 2,5 eeuw volgehouden, mm -hmm. maar om allerlei redenen ging dat na 1750 wringen. Mm -hmm. Overigens. Vooral in Engeland, uh, en dat was net toevallig de grootste slavenhandel. Dus er waren dat... toch mensen die Zeker. vonden dat dit niet. Uh, die zijn er kon. altijd geweest. Ja. Ook in de 16e, ook in de 17e mm -hmm. eeuw. Maar na 1750 kwamen er snel veel meer. Die zeiden: mm -hmm. van we moeten hiermee ophouden. Mm -hmm. Nou, en dat heeft ervoor gezorgd, zoals gezegd, dat de slavenhandel van de Europeanen werd onderdrukt. Dat was helemaal niet makkelijk. U moet het een beetje vergelijken met de drugshandel vandaag de mm -hmm. dag. Te dag. Uh, het is heel makkelijk om al die bepalingen te ontwijken en de Europeanen, vooral de Engelsen en ook maar de Fransen en de Amerikanen hebben echt geprobeerd die handel op zee uit te roeien. Toen dat eenmaal gebeurd was zijn ze gaan nadenken over de slavernij, die werd ook afgeschaft. Maar uh, zoals gezegd het was heel veel moeilijker om dat ook in Azië en Afrika te doen. Uh -huh. om die, uh, en... Um... Als wij nu terugkijken naar de geschiedenis, ja. waar dient eigenlijk de geschiedenis voor? Wa wa waarom bestuderen ja. wij de <laughs> geschiedenis? Ja, om te zien waar we vandaan komen. Hè. Alleen dat om, ik denk het eigenlijk wel. Ja, ik zou geen ander nut weten. Wilt u uit de geschiedenis leren? Wilt u morele lessen trekken uit de geschiedenis? Ik weet niet of dat erg voor de hand ligt. Ik denk dat het belangrijk is om te zien hoe mensen vroeger de dingen aanpakten mm -hmm. uh, en dat te vergelijken met hoe we dat nu doen. Ik denk dat dat is uh, de, 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 het enige nut van geschiedenis. Maar het gaat niet ons gedrag uh, beïnvloeden hoe wij in de toekomst moeten leven. Nee, dat lijkt me niet. In de eerste plaats, de omstandigheden zijn geheel veranderd. En uh, al is... die. Even terug naar de Tweede Wereldoorlog. Oorlog. Want dat is in de periode dat u uh, geboren bent. Ja, 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 ja. Um, als we kijken naar de geschiedenis van ja. de Tweede Wereldoorlog. Ja. We is, hebben ja. de herdenkingen. Ja, uh, ja dat zou cetera. je denken. En op het moment dat wij die hebben, want de kinderen op school leren dat allemaal. Um, als, we als we naar de Duitsers gaan kijken, ze schamen zich voor die uh, geschiedenis. Uh, er is uh, recent een onderzoek geweest waarbij uh, Duit Duitse jongeren eigenlijk de meesten zijn die Europeanen willen worden. Ja, ja, ja. Uh, om af te komen van die schandelijke ja, geschiedenis. Ja, ja. Is dat niet met het oog op morgen? Op ja. de toekomst? Ja, ik zou daar tegen in kunnen brengen dat er ook een groep Duitsers is die zich daar weer tegen afkeert. Uh -huh. uh, dat juist weer uh, dat verleden niet wil kennen en uh -huh. zegt van nou, daar hebben we niks mee te maken. Uh -huh. uh, wat je zou hopen is inderdaad dat die geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog zou leiden tot het einde van een oorlog. Hè? Geen oorlog meer in de wereld. Uh -huh. Ik ben bang dat uh, we die... Uh, dat, dat zal niet bewaarheid worden. Uh, precies hetzelfde na de Eerste Wereldoorlog. Uh, vreselijke dingen. Denk aan die miljoenen mensen die in loopgraven werden doodgeschoten. Uh -huh. Nooit meer oorlog. Wat zie je? Dertig jaar later was het weer zover. Uh -huh. Dus ja, ik vind uw houding heel sympathiek. Hè, dat u zegt van... Je kan uit het verleden leren en je kunt proberen die fouten te vermijden. Uh -huh. Maar misschien omdat ik wat ouder ben en uh, wat cynischer. <laughs> <laughs> uh, maar zo bent u ook niet. Nou, um, nou. <laughs> even naar de uh, migratie. Ja. U noemt de migratie. Waarom wordt eigenlijk de migratie en de expansie. Uh, nou nou ja, het klinkt en, een beetje en, en, raar. Maar en geldt dat ja, ook voor nu? Ja, slavenhandel en slavernij was de migratie vanuit Afrika en vanuit Azië. Het mm -hmm. is in principe hetzelfde mechanisme. Als je een mens meer kunt laten verdienen door hem te laten verhuizen, mm -hmm. dan moet je dat eigenlijk doen. De Europeanen konden, dat, konden zelf de beslissing nemen voor een deel om weg te mm -hmm. gaan uit Europa. Wat geen leuk land en geen leuk continent was, ik kan uh -huh. u dat verzekeren. En om elders te proberen meer te verdienen. Uh -huh. Voor de Afrikaanse slaven werd de beslissing genomen door hun eigenaar. Hun Afrikaanse eigenaar. Die dacht van, ik heb liever die goederen dan die slaaf is eigendom. Ik ga hem nu verkopen, want er is een hongersnood of de levensmiddelen worden duurder. Ja, maar de dus hele behandeling vanaf Afrika tot in uh, de nieuwe wereld, die was niet om... Om, ...om iemand zo goed te behandelen, want dat is kant... niet zo geweest. Nee, hè? Maar, kijk, maar ik, andere... ik kijk soms naar beelden van, van toen, ja, ja. Uh, die zijn nog erger dan de beelden van uh, ja. de islamitische staat, als wij dat <laughs> uh, kunnen vergelijken. Zeker, u heeft gelijk, ja. die behandeling was meer dan droevig. Uh, overigens moeten ze geen illusies maken over de omstandigheden waarom Europese migranten naar de overkant gebracht werden, dat was ook niet leuk, maar goed. U heeft gelijk uh, ja, met het het was niet maar alle tweede groepen hoe heet dat kwamen in de nieuwe wereld en alle tweede groepen hebben daar gelukkig van geprofiteerd mm -hmm. uh, zowel de Europeanen als de Afrikanen als later ook de Aziaten zijn er door die verhuizing immaterieel opzicht op vooruit gegaan uh, en ook de gevolgen voor uh, het land of voor het continent waar ze vandaan kwamen, uh, is eigenlijk gelijk. De Europeanen zijn weggegaan en dat betekent dat de achterblijvers meer te eten hadden, hè, want uh, er waren minder mensen te voeden. Uh, en datzelfde geldt voor dat Afrika. Datzelfde, dat dat, ja. oké. Okay. Ja. Maar um, even, um, hoeveel heeft dat economisch opgeleverd aan... Nederland. Nederland, ja, dat is een. Want u heeft uh, iets <laughs> ja, ja, van 0,0,0,0, uh, <laughs> ja, 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 niks. Ja, 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 ja. Nou, zijn <laughs> <laughs> dat is eigenlijk niet goed te snappen. En uh, Overigens, de Nederlanders zijn niet de enige hoor. Ook de Fransen en mm -hmm. de Engelsen een beetje een uitzondering. Maar goed, uh, hoe heet dat? Uh, ja. Als je naar die slavenhandel kijkt, uh -huh. dan blijf je de indruk houden van. dat is niet een handel die de Europeanen eigenlijk graag uitvoerden. Want ze deden het voor hun eigen soort uh, niet. Dan, dan zegt u. Het of? uit het gevoel? Ja, nogmaals. Misschien dat ik het fout heb. En misschien, ik heb overigens nooit uh -huh. enige. Uh, hoe heet dat? Uh, over een zeeman gehoord. een matroos die niet wilde aanmonsteren op een slavenschip. Ik heb nooit over een kapitein gehoord die zei van ik doe deze reis eigenlijk liever niet. Dus misschien heb ik het fout. Meneer Emmer, ja. op dit moment, de economie van Frankrijk ja. bestaat voor 100% eh, voor 50% mm -hmm. uit het geld van Afrika. Um, 14, ja. nee, 14 ja. landen in Afrika ja. hebben hun geld, dus 50% van hun geld in de banken in Frankrijk. Op dit moment. Eh, dus ja. de CFA zone, mm -hmm. dus daarvan 50% van het geld is in Frankrijk. Yeah. En zo ja, ja, ja. heb je ook een handel mm -hmm. tussen Afrika en Europa mm -hmm. die niet in de boekhouding is. Dat gaat via Azië. Eh, de, de grondstoffen worden daar wit gewassen, En dan komen, de, komen ze Nederland binnen of Europa binnen. Dus in de Boekhouding? Mm -hmm. Zie je niks. Nee. Nee. Ja. Uh, alweer. Als het om die. Uh, impact van de slavenhandel op de Europese economie gaat. Ja, dan moet je toch uitgaan van de cijfers die je kunt berekenen. Uh, we hebben een foutmarge ingebouwd in die berekeningen. En oh. uh, je gaat ervan uit dat een gedeelte inderdaad niet in de boeken. Is verschenen. Maar het klinkt heel raar, maar ja, de winsten uit die slavenhandel waren relatief gering. Uh, overigens, de winsten uit de, uit, de, uit de goederenhandel waren niet veel hoger. Ik bedoel, als u hout uit Scandinavië haalde, uh -huh. of wijn uit Bordeaux, uh -huh. dan waren de winstmarges ook relatief klein uh -huh. in onze ogen. En dat was voor de slavenhandel uh -huh. niet anders. En uh, ja, uh, kijk je naar hoe Frankrijk, hoe Engeland, hoe Portugal, hoe Spanje, hoe Nederland zijn geld verdiende in de 17e, 18e eeuw, uh, dan is dat voornamelijk door zelf producten te maken en door te handelen in Europa. Dat hele buiten-Europese gebeuren uh, was eigenlijk marginaal. En uh, <clears throat> u had het een beetje over het Amerika van nu. Ja, ja. Dat donkere mensen daar zijn uh, blijven ja, hangen precies, in de, in de armoede, ja, et cetera. Ja, ja. um, maar als ik alleen maar naar de televisie kijk, mm -hmm, mm -hmm. dan zie ik hoe donkere mensen daar worden systematisch ja, uh, ja, behandeld. Wel, racisme, ja, institutionele ja, racisme. Ja, ja, ja. ja. Um, ja. Dat, ja dat, 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 dat stelt ik, mensen niet op de achtergrond. Op de zeker, absoluut. Uh, we kunnen nooit. Goed uitzoeken wat precies de redenen zijn voor sommige groepen die naar de nieuwe wereld zijn verhuisd en mm -hmm. succes hebben mm -hmm. en waarom andere groepen minder succes of geen succes hebben. En racisme ik, speelt ik, daar geen rol? Racisme speelt een rol mm -hmm. samen met, denk ik, de cultuur van het land waar je vandaan komt. Mm -hmm. Als je uit een gebied komt waar uh, bijvoorbeeld al alles via de markt loopt, waar al goede opleidingen zijn, uh -huh. waar al dan heb je meer succes uh -huh. als je verhuist naar een nieuw land. Uh -huh. maar als je, dat verhuist, kan hè, als dat je verhuist, dat betekent dat je vrijwillig verhuist. Precies. Maar uh, als je heet heet op die manier wordt verhuist, ja. zoals, zoals mensen toen, toen zijn verhuisd, ja, ja. geldt De, te stellen hetzelfde? In principe wel, als je uh, hoe heet dat, goed gezond bent. Uh, als je een aantal dingen kunt die in de nieuwe wereld van belang zijn, dan zul je, ook al word je gedwongen, meer succes hebben dan wanneer je uh, zwak, ziek en misselijk bent uh, en eigenlijk helemaal niks kan en, enzovoort enzovoort. Maar u heeft gelijk, uh, hoe heet dat? dat racisme is een factor, een, een lelijk ding, uh, dat uh, de, de positieve effecten weer teniet kan doen. Het kan zijn. Dat je zwart bent en zeer hoog opgeleid eh, allerlei dingen kunt, en toch op een plafond stuit dat iemand die niet zwart is, zo'n plafond niet ontmoet. Dat is absoluut juist. Ja. En um, even terug naar het migratievraagstuk. Ja. Het opvangen van asielzoekers mm -hmm. is uh, ja, omdat ze zielig zijn, dus daarom vangen ze op. Vangen zij op. Dat is een van uh, uw uh, stellingen. Ja. Geldt die stelling nu nog steeds in deze uitzending? Zeker. Uh, waarom uh, zou je mensen anders dan economische immigranten opvangen, uh -huh. uh, als je niet vindt dat ze uh, hoe heet dat, een beroep kunnen doen op ons mededogen? Uh -huh. Er is geen andere reden om mensen tot Nederland toe te laten dan dat ze voor de economie. ...van belang kunnen zijn. Uh -huh. Als dat niet zo is, moet je een andere reden hebben. En uh -huh. dat is in het geval van vluchtelingen, vervolging, hongersnood, ellende, enzovoort. Maar is dat zieligheid of verantwoordelijkheid? Alle twee. Uh, wij vinden de mensen zielig die, uh, hoe heet dat, door uh, bombardementen in het Midden-Oosten... Uh -huh. uh, ...hoe heet dat, hun huis zijn kwijtgeraakt, al hun spullen zijn kwijtgeraakt, enzovoort, enzovoort, enzovoort... Uh, en het is ook een verantwoordelijkheid van een rijk land, denk ik, om uh, de vluchtelingen in de wereld te helpen. Ik denk niet alleen van een rijk land, maar ook van de verantwoordelijkheid, mm -hmm. aandelen nemen in de conflicten. Als wij kijken naar ja, Syrië. Syrië, wie verte daar? Ja, uh, zoals gezegd het zijn. Amerika de... zit daar. Europa zit daar, Turkije zit daar, ja. Rus, Rusland zit daar. Ja, ja, dat is juist. En, en de Syriërs, ja, die maak. moeten daar blijven zitten. <laughs> ja, en als ja. zij hier naartoe komen, is het uit de zieligheid of ja. uit de verantwoordelijkheid van het feit ja, dat? dat wij daar ook betrokken zijn in dat conflict dat daar is. Ja, daar ben ik het niet met u eens. We zijn, uh, hoe heet dat? Uh, Nederland was overigens uh, daar uh, aanwezig. Met het doel om die oorlog zo snel mogelijk te beëindigen. Het is niet zo in dat, Syrië. In Syrië. Het is uh -huh. niet zo dat Nederland daar is om economische belangen te verdedigen. Of uh, hoe heet dat? Omdat we er aardigheid u in hebben. geostrategische belangen. Zeker, die ook daar wordt heel meer, veel. Veel meer wegen dan alleen economische belangen. Want Nederland is daar niet. Ja, ik Nederland zit in de NATO. Ja, zeker, navel. zeker, zeker. Dat is juist. Maar. Uh, Kijk, Angela ik, Merkel. Ik, ik, ja, ja, ik, ik vind die samenzweringstheorieën. Nou ja, dat is uw Nee, dat, maar dat, het zijn gegevens die. Uh, uh, voorhanden liggen. Ja, Amerikanen maar... zitten in, in Syrië. Dus dat is geen uh, samenzweringstheorie. Zeker, nee, 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 dat is geen samenzweringstheorie. Maar zijn ze uh, uh, daar? Ru economisch... Ru Ru Rusland, zit in zit Syrië. Daar, zeker, zeker, dat is geen samenzweringstheorie. Nee, 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 zeker. Dat Turkije is, die, uh, is nu uh, uh, militair aan het sturen om te vechten tegen uh, uh, rebellen die door Amerika uh, gesteund worden gesteund. Ja, ja. Dat is geen uh, samenzweringstheorie. Nee, maar het is niet zo, en? lijkt mij, dat al die landen daar zitten om economische belangen enzovoorts. Zoals gezegd, het is een chaos in het Midden-Oosten. En ik voel zeer mee met de mensen die tussen die, al die machten. en vooral ook door de interne conflicten in die landen. in de verdrukking zijn geraakt. Het grote probleem is. Moet je die mensen in Nederland opvangen? Zoals ik in mijn boek uitleg, uh -huh. is dat geweldig duur. Uh -huh. En het is eigenlijk ook. Onrechtvaardig. We kunnen niet verschillen van de gedachte dat we die mensen niet moeten opvangen. Zo Ik vind dat rijke landen daar de verplichting toe hebben. Ook al hebben ze geen, uh, hoe heet dat, starfighters of hoe die vliegtuigen F-16's in uh, Syrië zitten. Uh, ook uh, de Scandinavische landen, ook Luxemburg. Alle landen die rijk zijn, hebben volgens mij de menselijke plicht om vluchtelingen te helpen. Uh -huh. Wat je dan moet bekijken is, wat is het meest praktische? Op dit ogenblik is het zo dat die vluchtelingen helemaal naar het land moeten gaan waar ze asiel willen aanvragen. Uh -huh. En dat betekent vaak een lange reis, een gevaarlijke reis, een dure reis. Uh -huh. In de tweede plaats betekent het dat maar een selectie van die vluchtelingen naar Nederland komt. Uh -huh. Niet de zieligste, uh -huh. niet de armste, uh -huh. maar juist degene die de smokkelaars kunnen betalen uh -huh. en die de puf hebben om zo'n lange reis uh -huh. uh, aan te doen. Dus het zijn zelf geselecteerde vluchtelingen die in Nederland op de deur kloppen. Wat gebeurt er als ze in Nederland komen of in een ander duur West-Europees land dan, uh, hoe heet dat, uh, worden daar heel veel kosten gemaakt uh -huh. om die mensen op te vangen. Dat kost ja. hè, honderden euro's uh, per week, zo niet per 24 uur. Ja maar ik, ik, ik ga, uh, jij ja, ja, Mijn idee zou zijn, dat het beter is om uh, de mensen in de regio op te vangen, daar safe havens te creëren en het geld dat we nu aan weinig mensen uitgeven die naar Nederland komen, te gebruiken om veel meer mensen een behoorlijk bestaan en een behoorlijk leven te geven. Uh, in die safe havens. Ik denk kijk, dat dat die belangrijk is. Migranten, uh, kijk, het is een heel groot onderwerp. Ik zou graag een uh, hele uitzending met u uh, uh, daarover uh, willen ja. uh, wijden. Toen wij, maar op het moment dat iemand geboren is, mm -hmm. zelfs is de moeder, de vader, uh, zijn de vader en moeder arm, mm -hmm. willen zij niet hun kinderen afstaan om ergens in een andere nee, land als nee, ik te gaan nee, uh, nee, aanvragen, nee, nee, nee. maar ook niet in de regio opgevangen te worden. Mensen worden door omstandigheden uh, gedwongen om uh, uh, hun landen van hun herkomst te verlaten. Voorbeeld van Syrië was erbij. zwart wit denken voorbij mm -hmm. is uw boek. Ja. U was gisteren bij um, Nieuwsuur, ja. uh, u werd uh, daarin uh, geïnterviewd. Um, even over de titel van uw boek. Zo, het zwart-wit denken voorbij. U zei daarnet dat het niet uw titel was. Nee. Wat was uw titel? <laughs> Mijn titel was Het verleden is een vreemd land. En daarbij bedoel ik te zeggen dat we in het verleden andere normen en waarden hebben, hadden dan vandaag de dag. En ik denk dat dat de portée van mijn boek is. Het gaat zowel over het kolonialisme. Zouden vandaag de dag over de absoluut, Tweede Wereldoorlog. Over de Tweede Wereldoorlog. Uh -huh. Het gaat over slavenhandel en slavernij, waar we uitvoerig over gepraat hebben. Uh -huh. Niemand in West-Europa zou er nu aan denken om slavenhandel te beginnen. Of slavernij, uh, hoe heet dat, te, weer een instituut te maken. En uh, wat migratie betreft, denk ik dat mijn uh, these is. Dat uh, de migratie die we vroeger gekend hebben. Uh -huh. echt anders is dan de migratie die we nu hebben. Want we hebben nu een zeer solidaire welvaartsstaat. en dat maakt migreren naar zo'n welvaartsstaat iets anders. Waarom leren wij deze geschiedenis onze kinderen niet uh, op school? Ja, nou. Uh -huh. voor zover ik kan nagaan, gebeurt dat uitvoerig. Uh -huh. uh, ik heb jarenlang. Uh, was ik, zoals u in het begin vertelde. hoogleraar in Leiden. dus uh -huh. ik kreeg altijd. Uh, veel mensen die begonnen met de studie geschiedenis. Uh, ik moet u heel eerlijk zeggen, de laatste jaren, als ze iets wisten, dan ging het vaak over slavenhandel en slavernij. Uh -huh. Vroeg je wie Karel de Grote was of Napoleon, dan was dat heel veel vager. Dus u kunt gerust zijn, over slavenhandel en slavernij wordt blijkbaar op de middelbare scholen zeer voldoende gepraat. Uh -huh. De rest van de geschiedenis, uh, wat minder, denk ik. En um, Misea. Zijn er musea? Is er een museum van slavenhandel, van de geschiedenis? Want ik was in Zuid-Afrika. Uh, ik was uh, daar, ik was verbaasd. Er was een uh, museum voor, mm -hmm. uh, voor de apartheid. Ja, ja, nee, nee, dat is juist. En uh, Nederland ja. heeft er nee, daar geen behoefte nee. aan? Uh, nou ja, hoe heet dat? De slaven aan de slavernij was niet in Nederland. Hè. Dat is, ja, maar ja, goed. Wij zitten in Nederland. We hebben de... Ja, Nederland het is, het, ja, is, is... Ja, maar, is maar het is, is ook heel merkwaardig. Ik ben een keer in Suriname geweest. Ik kan me niet herinneren dat daar een museum van de slavernij was, hoewel dat... Een heel belangrijk instituut voor dat land geweest is. Mm -hmm. Nou goed, het is dus inderdaad iets uh, waar we aan moeten denken. Mm -hmm. uh, nou ja, op dit ogenblik in Nederland uh, zijn er gedachten om een slavernijmuseum te maken. Mm -hmm. En er is al een begin gemaakt in het Tropenmuseum. Mm -hmm. uh, om uh, een tentoonstelling te maken over de slavernij en de slavenhandel. en dat eventueel later uit te breiden tot iets groter. En. Um Overigens, over de, uh -huh. over de Nederlandse geschiedenis uh -huh. is ook geen museum. Dus we kunnen over slavernij en slavenhandel spreken, maar uh -huh. het aantal mensen dat daar in Nederland ja, zich verwant mee voelt of iets mee te maken heeft, uh -huh. is relatief klein. We spreken over, uh, uh, laten we zeggen, een half miljoen mensen die uit West-Indië komen. Je zou daar nog. Uh, ...voor een deel de mensen uit Indonesië en voor zover er Zuid-Afrikanen zijn ook bij kunnen rekenen. Maar goed, uh, 90% van de bevolking van Nederland uh, heeft een andere geschiedenis dan slavenhandel en slavernij. En uh, uh, heeft bijvoorbeeld uh, moeten weten van de grote armoede die er in Nederland was. De kinderarbeid die er was, het feit dat mensen niet naar school gingen, enzovoort, enzovoort. Daar is ook geen museum voor. Meneer Emmer, we gaan een... Onze, uh, ons gesprek beëindigen. Ja. We zijn um, nu al over een uurtje bezig. Ja. In Afrika zegt men, een oude man die komt te overlijden, is een uh, bibliotheek die ja, in de brand ja, staat. Ja, ja. Als u ooit niet meer bij ons in het midden bent, ja, ja. wat wilt u overdragen aan de toekomstige? Kinderen, leiders van dit land. Ja, ik denk toch dat elke generatie zijn eigen problemen moet oplossen. En wat ik te zeggen heb, heb ik opgeschreven. Uh -huh. uh, dat kunnen mensen lezen. Ik mag hopen dat het snel verouderd. Omdat er nieuw onderzoek gedaan wordt. En nieuwe getallen. We hebben gesproken over schattingen. Uh -huh. Ik hoop dat die steeds beter worden. Uh -huh. uh, maar om nou te zeggen dat ik... Uh, als er iets is wat ik zou willen zeggen, is uh, dat die uh, raciale verschillen, die eeuwenlang een hele belangrijke rol spelen, dat ik zou hopen dat die in de toekomst uh, zouden verdwijnen. Ik denk dat het een utopie is, ik weet het niet. Ik, wil ik ben, als je van mijn carrière kunt spreken, in de Verenigde Staten begonnen. Uh -huh. Ik zal nooit vergeten, ik was toen 23 of 24. Ik kwam in zo'n collegezaal, ik was toen... Junior Assistant Lecturer, heel laag. Uh -huh. En de helft van de groep die daar zat was zwart, de andere helft was wit. En telkens als het over dingen als slavenhandel, slavernij, antisemitisme ging. dan zag je de ene helft uit het raam kijken en dan weer de andere helft. Ik werd er doodmoe van. Uh -huh. Ik dacht, dat komt nooit naar Nederland. Daar gaan we toch anders met elkaar om. Nou ja, het ziet ernaar uit dat die harde polarisatie eh, langzamerhand ook in Nederland veld wint. En ik mag hopen dat dat niet doorzet. Dat is een uh, mooie afsluiting van deze uitzending. Goed zo. Meneer Emmer, mag ik u hartelijk bedanken? Dank u wel voor de vragen. Dank u wel. Dank u wel. Ja.